Eenzijdige maatregelen die de economie keihard raken. Dit zijn maatregelen die de economie keihard raken. Daar is geen twijfel over mogelijk. Loop maar in de stad rond. Door de knieën gegaan? Ik herken me niet in de eerste zin die u zei. Wat ik heb geprobeerd, wat we samen hebben geprobeerd met elkaar, is natuurlijk een soort uitruilen te maken. Van welke maatregel heeft wat voor effect op het virus? Maar ook wat zijn de gevolgen voor eenzaamheid, voor kinderen, maar ook voor de economie, ook voor de werkgelegenheid. En dat probeer je zo integraal mogelijk te doen. Eigenlijk probeer je zo breed mogelijk te kijken om een goed besluit te kunnen nemen. Dat hebben we steeds geprobeerd, om dat op tafel te houden, zal ik maar zeggen. Tegelijkertijd was er gewoon geen misverstand over deze week. Als je de signalen krijgt uit het OMT, afgelopen vrijdag en dit weekend, van die besmettingen lopen te hard op. Het is echt een risico dat de ziekenhuizen het niet meer aankunnen. Dan moet je ook gewoon ingrijpen. En dan is er ook gewoon geen discussie daarover. Dan is het belangrijkste eerst dat we die besmettingen naar beneden krijgen. Ja, is het toch vol te houden? Dat zijn besluiten van zulke kolossale omvang. Het is leuk om een feestje thuis te vieren, maar daarna komen dit soort besluiten gewoon weer op tafel. Ja, maar ik heb ook wel een zwaar gemoed gehad zondag en maandag, kan ik wel vertellen. Ja? Ja, omdat ik toch... spreek ik natuurlijk heel veel met ondernemers of met vakbonden. En met werknemers die hun baan kwijt zijn geraakt. En winkeliers nu. Winkeliers. Kinderen. Die niet naar school. Het zijn natuurlijk hele grote besluiten. Dus natuurlijk komt dat ook binnen. Ook bij mij komt dat binnen. En wat is een zwaar gemoed? Hoe uitzicht dat? Nou ja, gewoon ook wel een soort gevoel van teleurstelling. Van waarom lukt het niet? Want ik heb in 13 oktober hebben we natuurlijk al een fors pakket genomen met het sluiten van de horeca. En toen zagen we ook het aantal besmettingen echt wel teruglopen. En op een gegeven moment, mevrouw Koopman zei dat ook al, ging het weer omhoog. En wat precies de verklaring zijn, weten we niet precies. Maar dan is het wel echt, dan bouw je gewoon. En zo voelt het ook op dat moment. En tegelijkertijd hebben we als kabinet wel een keuze te maken, maatregelen te nemen, om ook ervoor te zorgen dat de ziekenhuizen niet overbelast zijn. Dat de IC niet overbelast zijn. En dat die besmettingen gewoon naar beneden gaan. En dan moet je ook zo'n maatregel op het durven nemen. En goed nieuws van vandaag, ook op economisch vlak, World Economic Forum heeft gekeken welke landen, welke Europese economieën zijn nou het best in staat, als het zometeen weer beter gaat, te herstellen en de zaak weer echt aan de gang te krijgen. Dan zitten wij in de top 4 met de Scandinavische landen. Ja. Dus dat is het goede nieuws. Ja, en dat hebben we eigenlijk ook al gezien in het derde kwartaal van dit jaar. Toen de belemmeringen weg waren en veel dingen weer wel konden. Toen zagen we ook dat de economie heel snel herstelde. Het aantal faillissementen loopt niet op. Nee, is heel erg laag zelfs. Dat heeft natuurlijk ook te maken met de steunpakketten natuurlijk die we hebben. Maar in het derde kwartaal groeide de economie met 7,7%. Dat is echt historisch hoog. En je zag ook dat de werkgelegenheid weer groeide. Dat mensen weer een baan vonden. Dat stemt mij wel hoopvol. Dus als dit voorbij is, zou ik maar zeggen, dat ook de economie en de maatschappij weer veerkrachtig reageert. Dat mensen weer snel een baan kunnen vinden en snel weer aan het werk kunnen.